Mijn naam is Frédéric Chauvet. Ik ben in Frankrijk opgegroeid. Ik heb me gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van oude muziek. Ik heb mijn eigen gezelschap opgericht, Barok Opera Amsterdam, in het jaar 2000. En we spelen steeds meer, dus dat is heel bevredigend. Het gaat goed, het groeit altijd. En ik vind het ook heel erg leuk om na te denken over nieuwe artistieke concepten, ook volgens de tendensen van de tijd. In Nederland is er eindelijk belangstelling voor vrouwelijke dirigenten. En het is heel goed dat het onderwerp vrouwelijke dirigenten aan bod is gekomen. Want eigenlijk in Nederland is niemand tegen vrouwelijke dirigenten. Absoluut niet. Maar er is een onbewuste situatie dat vrouwen geen dirigent worden. En inderdaad, vrouwen hebben een andere gestiek. Dat spreekt al vanzelf. En daar is niks negatiefs of positiefs aan. En ik denk daardoor door die andere gestiek dat vrouwen juist een nieuwe benadering kunnen hebben, nieuw inzicht brengen in de muziek die al zo talloze keer is uitgevoerd. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan in het laatste gedeelte, die ene keer eergisteren dat jullie echt wilden. Ja, dat was zo mooi. Ellie vond het ook, hè? Mm. Het is een hele andere energie die je hebt als je dirigeert. Ga je echt dus jezelf heel sterk voelen van binnen. Terwijl als je een instrument bespeelt, ja, dan ben je heel geconcentreerd op je techniek, op je prestatie. Dan ben ik echt een ander mens dan wanneer ik dirigeer. Maar het is het moment dat alles klopt, dat dus alle energie dezelfde kant op gaan. Iedereen is dus op een hoger plan, zeg maar, met elkaar. En dat je dat natuurlijk aan het publiek overbrengt.